Dit ziet er gezellig uit. Mooi hè, dat je dan in de lente alvast iets uit kunt gaan proberen waar je in de zomer echt 2 weken wilt zitten. Glamperen, glamping noemen ze het. Onder een echt tentdoek. Ah, dit is lekker. Dat noemen ze nog steeds kamperen, maar ik zie wel al een open haard. Maar ja, in de lente is dat ook wel lekker als je niet weet wat de temperaturen gaan doen. En daar is zo'n weekendtrip ideaal voor om even alles uit te proberen. Alles van hout, chaletachtig gevoel, slaapkamer. Oh ja, 1, 2, kinderstoeltje, niet nodig. Dit is ook wel leuk natuurlijk. Niet voor volwassenen, tenzij je ruzie hebt met je vrouw. Hekje, slot erop. En helemaal compleet, hè? Oh ja, en dan nog wat. Weet je hoe ze dit noemen? Een joepie, zo'n huisje. Leuke naam. De provincie Overijssel is met maar liefst 280 campings een waar paradijs voor kampeerders. De laatste jaren zijn vooral de trendy vakantieparken in opkomst, waar steeds meer faciliteiten als sauna's, fitnessstudio's of complete waterparken all-inclusive zijn. Glamping is hot. En voor weinig geld kun je een super deluxe weekend doorbrengen in allerlei soorten nieuwe kampeeraccommodaties. Kunt u het vinden, meneer? Oh, hi. Johanneke. Dag. Van de Beerse Bulten. Ja, welkom op de Beerse Bulten. U bent? Ik ben de vrouw van de eigenaar. Ah, nou, dat is gemakkelijk. Dan kun je mij wegwijzen maken. Het is een enorm park. Dat klopt. Hoeveel plekjes? 25 hectare, 550 kampeerplekken en 40 accommodaties. Welke grote stad zit ik hier in de buurt? Zwolle is op een half uurtje rijden en Om en Hardenberg zit ook in de buurt. Oké, maar ja, er is zoveel op dit park te doen. Ik zie daar gigokonijnen hollen en er komt een hoop lawaai vandaan. Wat is dat dan precies? Ja, dit is ons indoor speelparadijs en elke dag om 3 uur is daar een theatershow met Bultje konijn. Dus als je opschiet, kun je nog even kijken. Oké, nou, dankjewel. Ik zie je nog later. Oké, tot ziens. Doe maar lekker gek vandaag, het mag niet vrolijk zijn. Hop, kinderen! Yeah! Ja, het feestje gaat nog wel even door hier, maar ik moet er vandoor. Dag, dankjewel kindertjes. Ja, en als het in de lente nog net iets te fris is buiten, tropisch zwemparadijs. Heerlijk, zo'n entertainmentprogramma en al die faciliteiten. De vrije tijdsparken doen hun uiterste best om het de hedendaagse kampeerder zo aangenaam mogelijk te maken. En ze, als het kan, op het park te houden. Maar in de omgeving is van alles te beleven. Wat ga jij morgen ondernemen, Arno? Morgen naar de bowlingboerderij hier niet ver vandaan, Nijverdal. Maar ondertussen kom ik mijn tijd hier op het park ook wel om met leuke dames, heerlijke gebakjes en mijn joepie chalet.